Hallo, ik ben Christel. Welkom op jullie reading. Ik ga kies je kaart reading doen. Ja, wat je moet weten van het universum, dus boodschappen van het universum. De eerste groep is deze. Dat zijn afstandjes. Kaarsenstandaard. Tweede groep. Dat lijkt een beetje aardbeien. En de derde groep. Dat zijn tulpjes. In ieder geval welkom op mijn kanaal. Word lid. Zodat we 850 leden krijgen. Zodat ik de verloting kan doen. In ieder geval tot zometeen bij de eerste groep. En dat is de Aster. Hallo, de eerste groep. Vier van zwaarden. Ik zie dat je erg moe bent. Misschien wil je eigenlijk klein maken, want je voelt je misschien niet zo heel veilig. Je wil in je nestje zitten. Misschien heb je met de liefde te maken. Moeten dingen geheeld worden? Je moet rust nemen om de dingen te helen. Misschien heb je relaties gehad die je niet dienden. Of misschien zit je nog in een relatie wat niet dient en je bent heel moe van. En je moet echt helen en genezen van deze oude situatie. Want ik zie ook de kaart van healing. Dus er moet iets geheeld worden in je. En ze zegt ook dat je helende krachten hebt. Want je bent een natuurheler. Natural healer. Je intuïtie is heel sterk. Ja, je hoeft niet met de menigte mee te gaan. En je wordt gesteund, ook financieel. En leven supports you in every way. Dus je wordt in alle manieren wordt je ondersteund. Hier staat ook, je bent een harde werker. En misschien ben je altijd voorbereid op iets. Een eekhoorntje doet natuurlijk ook dingen in de voorraad, een wintervoorraad aanleggen. Hier staat altijd voorbereid. U bent een expert op het gebied van hard werken. En je bent speels en vrolijk en een leuke instelling. En dat is een zegen voor iedereen. Laat je niet afleiden door dingen op je pad. En maak een plan voor de toekomst en ook van het leven. Het leven geeft je alles wat je nodig hebt. Dus alles krijg je wat je nodig hebt. Dat je zo dat je onafhankelijk bent. En je bent ook een healer. En je intuïtie is heel sterk. Ja, je kan eigenlijk alles bij elkaar toveren. Vandaag stel ik me voor dat ik een tovenaar ben en ik tover. Dus je kan zelf je leven creëren. Ja, de Page of Pentacles. Ja, je kan ook weer verzorgen voor financieel inkomen. Of je krijgt het misschien van iemand die stabiliteit, inkomen. Misschien dat iemand jou dat aanbiedt. Kan een geliefde zijn. Queen of Swords. Je hebt misschien dingen verbroken in je leven. En misschien wil je duidelijkheid, communicatie met iemand. Misschien heb je een relatie verbroken. Je wil eigenlijk duidelijkheid hebben. Communicatie met die persoon. En misschien heb je daarom die dingen achter je gelaten. Of ga je het nog doen? Dat kan ook. Ja, dingen zijn verbroken. Want de brug is verbroken. Misschien tussen jou en iemand. Dat heb je misschien zelf gedaan. De situatie verbroken. Omdat die misschien die persoon niet echt wou communiceren met je. In ieder geval, jij gebruikt heel erg je intuïtie. En het veroorzaakt dat je echt een verandering in je leven kan brengen. Dingen bij elkaar kan toveren eigenlijk. Zodat je het leven weer kan vieren en vreugdevol kan zijn. Ja, je zit eigenlijk een beetje tussen twee werelden in. Je bent nog niet in volle kleur eigenlijk. Omdat je dingen moet opruimen of hebt net opgeruimd. Ja, het universum zegt, hoe teachable are you? Dus hoe luister jij naar het universum? Hoe leer je van alles wat je op je pad krijgt? Ja, waarschijnlijk moet je nog werken aan je gezondheid. En ik kan arts en Rafael ervoor vragen. Die help je met je
Omdat ik weer gezond, kijk, het leven weer gezond te krijgen dan de huidige situatie. En ik zie ook heel veel vergeetmijnietjes. Vorige levens helen. Deze situatie heeft te maken met een vorig leven. Als je dat verleden heelt, maak je ook je tegenwoordige leven gezond. Ja, soms kunnen er blokkades zijn uit andere levens, vorige levens. En dat moet geheeld worden. Dus dat kan dus verder weg liggen. Ik heb hier toevallig nog een vergeet me nietjes. Misschien is iemand die zegt, vergeet me niet. Ja, de beste dingen in je leven is de people, hè? Mensen die van je houden. Plaatsen die je hebt gezien. En de herinneringen die je maakt op die weg, hè? Wat je gelopen hebt. Ja, maak je leven wat simpeler. Hè? Je bent met zoveel dingen tegelijk bezig dat je aandacht versnippert. Werk hier aan en voel hoe je energie toeneemt. Ja, je bent met van alles bezig. Misschien dingen opruimen. En misschien ben je nog te veel met dingen bezig. Dus je moet een beetje rustiger doen. Je aandacht versnippert een beetje. Zodat je energie weer wat toeneemt. En hier staat ook, die intuïtie wordt echt hoger. Er staat hier ook weer de maansteen. Verhoogde intuïtie. En vertrouw hierop, op die verhoogde intuïtie. Want het is om te vertrouwen. Dus het is je gegeven, dat universum waarschijnlijk. Dit is de flow ride. Een steen is dat, hè. Je bent een natuurlijke schoonheid. En je bent authentiek. Wees jezelf. Want God heb je natuurlijk aantrekkelijk gemaakt en liefdevol. Ja, aan de binnenkant en aan de buitenkant. Je bent een heel mooi mens. Je hebt heel veel intuïtie. Maar je hebt wel behoefte aan liefde. Wie niet, hè? Dat is heel belangrijk natuurlijk. Het is algemeen geaccepteerd en bekend feit dat kinderen liefde nodig hebben. Maar op welke leeftijd worden mensen verondersteld geen behoefte meer te hebben aan liefde? Op geen enkele. We hebben allemaal liefde nodig om gelukkig te kunnen leven. Net zoals we zuurstof nodig hebben om überhaupt te kunnen leven. Ja, misschien heb je op het ogenblik geen liefde. Zit je nog even in een tussenfase. Niet zodat je oude dingen kan opruimen. Maar je gaat weer opreizen eigenlijk uit het as. Dus je kan zelf dingen toveren, er komt heling. Gebed is hier, gebed staat voor het hoogste niveau van bidden is niet bidden voor iets of om iets. Het is een diepe, diepgaande stilte waarin we onszelf de ruimte geven om helemaal stil te zijn en hem te kennen. In die stilte worden ons hart en ons geest verlicht. Ja, bidden helpt als je problemen hebt, hè. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken deze groep. Tot de volgende keer. Hallo, groep van de aardbeidjes. Welkom. Ja, wat me opvalt. Ja, je zit vast in de situatie lijkt wel. Je denkt dat je niet kan bevrijden. Maar dat kan wel. Je kunt zo vrij zijn als die vogels. Je kan jezelf bevrijden. Je kan zelf jouw leven manifesteren wat je wilt. Zodat je ook weer sneller vooruit kan in het leven. Zodat je kan zegen vieren. Zodat je een cadeautje in ontvangst kan nemen. Misschien wil je iemand anders een cadeautje geven. Of jij krijgt cadeautjes. Cadeautjes ook van het universum. Maar je bent wel erg moe van alles. Tijd voor een dutje. Misschien heb je slecht geslapen. In ieder geval kijk naar het positieve. Dus niet alleen naar het negatieve. Als je kijkt naar wat anderen fout deden of doen, dan is de kans groter dat zij het opnieuw doen. Als je kijkt naar wat ze goed deden, vergroot je de kans dat ze zullen leren en groeien.
ja, je moet dus al de negativiteit in jou en om je heen los gaan laten. Smoky quartz, clearing negativity. Dus negativiteit los gaan laten. Dus dat je eigenlijk kan bevrijden, hè? Want je kan zelf een ander leven manifesteren. Doe niet je eigen zelf saboteren, hè? Zeg je dat je het niet kan? Ja, je bent misschien heel verdrietig op het ogenblik. Heel veel verdriet zie ik hier. Maar ja, dat moet je toch een beetje los gaan laten. Niet in zelfmedelijden gaan zitten. Niet in jezelf saboteren erin. Hier staat ook, laat je ongerustheid los, dus lavendel, komt tot rust, dan zou je de stem van de engelen kunnen horen. Dus misschien ben je zo druk dat je helemaal nergens meer oplet, maar je kan de stem van de engelen horen. Zodat je straks die cadeautjes in ontvangst kan nemen. Want ik zie ook hier gebroken hart, hè? Heling van emoties. Geef je hart de kans om te helen door oude gevoelens van pijn los te laten. Ja, misschien zit je hier nog middenin. Maar hier moet je echt gaan reinigen, nou, die negativiteit. En in die, omdat je verdrietig bent en zelfsabotage. Dit moet je echt los gaan laten. Kijken naar het positieve, hè. Ja, je voelt misschien passie voor iemand of pas iemand voor jou. Verlang je naar een liefdevolle relatie met iemand? Ja, je bent misschien heel creatief en dat houdt nooit op. Hoe meer creatief je bent, des te meer creativiteit ontvang je van het universum. Dus Amaryllis. Ja, misschien moeten nog dingen geheeld worden. Vraag dan aartsengel Raphaël voor heling in deze situatie. Want het universum, ja, kan ook natuurlijk heling brengen. In ieder geval, ja, er werken misschien mensen tegen jou. Dit is animals are working against you. Dus ja, vijanden werken tegen je. En daar voel je je eigen vastzitten. Maar daarbij ben je heel moe. Maar probeer positief te zijn. En doe die negativiteit uit je leven zetten. Zodat ook dat hart weer geheeld kan worden. In ieder geval rust. Maar je kan je eigen bevrijden. Je kan echt je leven anders manifesteren. Dus ook tegen die vijanden in je leven. Want je wordt beschermd. Spiritual protection. Ja, wordt over je gewaakt. En over je, ja, naar je gekeken door het universum. En je wordt dus beschermd. Fysiek, emotioneel en ook energetisch. Vraag om die bescherming, hè, van het universum. Ook deze liefde, hè? Dus op een hartje wordt beschermd. Want ik zie ook de spirituele liefde liggen. Hele zuivere, mooie liefde met de lelie. Spiritual love. Dus er kan een spirituele liefde in je leven zijn. Wat je misschien, ja. Sommige dingen moeten nog geheeld worden, maar er komt weer een nieuwe spirituele liefde in je leven. Je ziet ook al emotionele, ja. Nieuwe kansen ook, hè. Ook emotioneel helen van dingen. Meevalletjes. Hier staat ook, vandaag ben ik aardig tegen iemand die ik vroeger geplaagd of gepest heb. Ja, misschien is er iets voorgevallen. Dat kan je misschien. Misschien kan je wat aardig tegen die persoon doen. Weer goed maken. In ieder geval, de liefde verwelkomen. Dat ook als je naar de andere mensen kijkt, zeg dan stil in jezelf, de liefde in mij verwelkomt de liefde in jou. Ja, misschien moet je de liefde wel gaan verwelkomen. Zodat je niet met een gebroken hart blijft zitten. In ieder geval, kom tot rust en laat je ongerustheid los. Ja, blijf vooral positief, hè.
ja, en bevrijd je van die, mensen die je niet dienen, die eigenlijk je vijanden zijn, hè? Die jou maar tegenhouden. Ja, je kan straks zeggen, echt sneller vooruit met de zegenwagen. Zeker gaan vieren, hè? Ja, verbeel je eigenlijk niet dat je vastzit, want dat, je kan jezelf dus bevrijden. Zodat je de cadeautjes in ontvangst kan nemen. Dus ga uit je negatieve energie en dat je de liefde kan verwelkomen. Hier staat ook tijger. Ja, ga in je kracht staan. Ik kies ervoor om to be unstoppable. Dus dat je eigenlijk niet stopt eigenlijk. Mijn passie is mijn power. Ja, dit kan ook met passie te maken hebben natuurlijk. Ik ben dapper. Ik ben, ik kan in mijn kracht gaan staan. Dus je kan zelf in je kracht vinden. Ga door, hè. Met je passie en ga door in je kracht staan. Je bent dapper. Je bent dapper tegenover die kwade krachten die tegen je werken. Voel het vuur in je, hè. Die passie die je... Ja, voor iemand misschien in je leven. Die je liefde voor jou voelt. Verwelkom die liefde dan. En is de olifant. En dat is natuurlijk een groot beest, hè. Liefde is je kracht. Leiderschap is je pad. Je wijsheid inspireert iedereen die je ontmoet. Je kan deze problemen overkomen. Je kan natuurlijk en gemakkelijk je doelen bereiken. Dit kan je worden, deze sterke olifant. Dus ga uit je verdriet, uit je zelfsabotage. Ja, laat je ongerustheden los. Je wordt beschermd in ieder geval. Ja, moet ding nog helen waarschijnlijk. Gebruik je creativiteit. Zodat je cadeautje en de liefde in ontvangst kan nemen. Hè? En blijf vooral positief. Je gaat je succes echt behalen, hè. Ja. Meevalletjes komen dan op je pad. En spirituele liefde. En jouw passie is jouw kracht. Goed. Dus hou moed, hè. Vraag aartsengel Raphaël ook voor hulp voor je gezondheid. Voor healing. Je wordt beschermd. In ieder geval, dit was de tweede groep. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Oké, de groep van de tulpen. Welkom. Ja, ik zie dat je een beetje teruggetrokken hebt uit de menigte misschien. Meer naar jezelf gaat luisteren, meer naar je ziel luistert. Een beetje teruggetrokken leven leidt om meer bij jezelf te komen. In de spiegel van je ziel te kijken. In ieder geval, je bent een wijze ziel. Je ziel draagt oude wijsheid in zich. Omarm deze wijsheid, zodat je de mensen om je heen kunt helpen. Dus je bent een oude ziel, een wijze ziel. Ja, easy does it. Dus betekent rustig aan. Help me alsjeblieft om los te maken en mezelf terug te trekken. Zodat je deze situatie ook echt... zodat je dingen kan helen. Zodat er genezing kan plaatsvinden. En ook de balans weer in je leven. Dus ja, het lijkt wel of je dat al aan het doen bent. Dat je al een beetje terug aan het trekken bent. Je kan aartsengel Raphaël helpen. Zodat je eigenlijk kan opschonen. En dingen kan laten gaan. Zodat je kan ook geheeld worden. Gekoesterd worden door het universum. Ja, het is een kwestie ook van volhouden. Hè? Volhouden. Want hier is al de vlag. Dus je gaat de goede kant uit.
Je gaat richting de finishlijn. Hier staat vandaag mag ik van mezelf houden, ook al wanneer ik fouten maak of iets niet kan. Ja, reken dan niet te zwaar. Hè? Als je iets niet kan, als het niet lukt. Je mag fouten maken. Je mag ook van jezelf houden. Ja, je moet misschien wel je best doen voor iets. Tot het uiterste inzetten om je doel te bereiken. Maar blijf vooral positief. Je gedachten, kleuren, je ervaringen richt je dus op het positieve. Dus niet op het negatieve. Want je krijgt dus hulp van boven. Je hoeft het allemaal niet alleen te doen. Ja, heb ook de moed, hè, om het te doen. Om het licht te vinden in jezelf. Ja, twee keer de Hierophant. Ja, dit is ook wel een beetje Hierophant-achtig. Dus misschien wel willen andere mensen je tegenhouden. Maar ga vooruit, hè. Heb de moed. Laat je niet afleiden. Doe mensen om je heen. Want dit is het doel, hè. De overwinning vieren. Dit ga je bereiken. Overwinning. Gelukkig gezinsleven. Met kinderen. Genoeg liefde. Wensen die uitkomen. Dit ga je bereiken, hè. Hou nog even vol. Je ontdekt ook je levensdoel. Misschien weet je niet wat je levensdoel is, maar dat ga je vanzelf ontdekken. En neem vooral die dingen al te serieus. Hè? Maak tijd om te spelen. Grote wijsheid komt van ja, vrolijk lachen. Ja, kijk uit voor de trucs in je leven en de hindernissen en de mensen die jou misleiden. Je leert er allemaal van. Look out for the traps and the tricks of life and learn from them. Ja, je hebt misschien wel dingen ondergaan. Mensen die niet zo aardig waren voor je. Maar ga tot het uiterste om je doel te bereiken. Hè? Je doel is 10 of cups. Hè? De overwinning halen ook. Hè? Overwinning. En dit is het herenbeestje. Goed geluk. Je bent een helder energie. Laat je ongerustheid gaan en wees gelukkig in het hier en nu. Voel je goed. Je bent een wezen van liefde. Je bent een mooi mens. Je zegent de wereld met jouw kleur en ja, goed geluk komt er ook aan. Gelukkig, ja, hier een beestje zeggen ze, is een gelukbrenger. Ja, liefde op het eerste gezicht. Hier staat, toen ik jou zag, voelde ik die liefde. En die licht glimlach. Because you know it, hè? Je wist het. Dus misschien is er iemand die liefde voor je voelde. Was liefde op het eerste gezicht. Wees een trotse spirit, wees een trots mens. Dus misschien was de liefde op het eerste gezicht met iemand. En je zag het al gelijk toen je lachte naar die persoon. Dat je voelde al die liefde waarschijnlijk voor die persoon. En die persoon voor jou waarschijnlijk. Ja, ons werk staat hier. Hier staat ons belangrijke werk in het leven is liefhebben en vergeven. Ja, liefhebben is heel belangrijk, hè? Misschien moet er wat vergeven worden. Daarna volgt ons werk, ons beroep. De bedoeling van werk, in welke vorm ook, is dat we het gebruiken om de wereld heel te maken. Het kan zijn dat je een missie hebt op aarde. Hier staat ook de goddelijke taak. De vlinder is ook natuurlijk transformatie. Elke relatie is een goddelijke taak waarbij twee mensen samen maximaal de gelegenheid hebben om liefde te geven en te ontvangen. Doe jij dat? Dus ja, misschien moet jij iemand een liefde geven. Of liefde ontvangen van iemand. Stel je hart open, want ja, ik zie toch wel heel veel liefde hier liggen, hè? En ik zie de overwinning liggen. Je hebt de moed, hè, om dit toe te laten. Je zit niet vast, blijf volhouden. Doe het rustig aan.
Hier staat ook een spiritueel pad. Je ware geloof en ja, alles wordt duidelijker voor je. Je spirituele pad wordt duidelijker voor je. En het zal ja, belangrijke en noodzakelijke levensveranderingen bewerkstelligen. Spirituele pad en goddelijke taak. In ieder geval nog deze. Les op Divine Interventie staat hier. God stuurt wonderen naar je toe. Als antwoord op je gebeden. Dus goud, ja, je bent ook goud waard, hè. God stuurt je ook, je bent eigenlijk goud waard voor het universum. Dus ja, misschien dat het universum je gaat helpen, hè, om het doel te bereiken. Blijf positief, hè. Blijf moed houden. Je gaat je levensdoel vinden. Ja, ze helpen je in ja, ze helpen je overal mee. Wees ook, je bent ook een wijze ziel, dus je weet misschien wat je allemaal moet doen. Je bent een heldere energie, staat hier. You are bright energy. Laat al je angsten gaan, hè. En wees gelukkig in het hier en nu. Want hier staat ook, er komt ook een periode vol welvaart. Hier staat ook, je gaat triomf hebben over de moeilijkheden en obstakels. Blijf erin geloven, hè? Blijf positief dat je dit gaat bereiken. Hier staat ook een hart, dus er komt waarschijnlijk liefde op je pad. Diepe affectie en ja, heel liefdevolle liefde komt er op je pad. En het universum helpt je daarbij. Twee keer kaarten, hè? Divine interventie. God stuurt een wonder op je pad. Als antwoord op je gebeden. Zodat deze liefde ook kan binnenstromen. Vertrouw erin, want je hebt een goddelijke taak. Dat is wel duidelijk. Goddelijke taak op aarde. Een spirituele pad wat je moet bewandelen. En je weet, je gaat alles duidelijker zien. En het zal noodzakelijke levensveranderingen bewerkstelligen. In ieder geval, ja, wees speels, hè. Probeer je gedachten, ja, ergens anders op te zetten, hè. Niet steeds, maar dat je denkt van, ja, ik ga het niet bereiken of zo, maar je gaat het wel bereiken. Je gaat overwinning bereiken. Vertrouw erop voor deze liefde. Voor deze liefde. Dit ga je bereiken. Heb vertrouwen. Je gaat alles problemen. En ook geld komt eraan. Je krijgt echt goed geluk, hè, met herenbeestje. Goed geluk. Vertrouw erin. Oké, dit was deze groep. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Like mij, word lid. Doeg!